We staan nu in Pietermaai District. Dat is een wijk in het centrum van Curaçao. En hier vindt vandaag de grootste en langste pagarak plaats van Curaçao. Het is een traditie om elk jaar op Oudjaarsdag vanaf een uurtje of 12 te beginnen met pagaras. Een pagara is een miljoenklapper. Althans, wij gebruiken miljoenklappers. Die er eigenlijk voor zorgen, dat is de oude traditie, dat de boze geesten van het oude jaar, dus 2016, worden verjaagd. Vaak komt er ook nog een beetje wierook bij. Maar omdat wij buiten zijn, houden wij het gewoon bij pagaras. Wij doen het nu al jarenlang. Het is een traditie waar iedereen voor naar de stad komt. Je zult zien dat er veel mensen achter mij lopen. Het is gezelligheid. Men begint hier eigenlijk al om 12 uur gewoon met het vieren van oud en nieuw. En dan hopen we dat we het allemaal nog volhouden tot de avond 12 uur natuurlijk. We hebben 10 miljoen klappers in totaal hier liggen. Die we gaan afsteken zometeen. We gaan zometeen beginnen met het klaarleggen. Die liggen dan op de straat. En dan steken we hem in één keer af.
woon in Kreek.